afgelopen jaren is er geen enkele auto zo de hemel in geprezen als de Mini. Zijn charme en rijkwaliteiten worden echt door vriend en vijand erkend. En ondanks dat het modellenprogramma van Mini de afgelopen jaren flink is uitgedijd, vinden wij zo'n driedeurs hatchback nog steeds de leukste. Dit is een Cooper met een automaat, dat is lekker handig voor in de file. Maar voor hetzelfde bedrag als die auto koop je een Fiat 500 die 2 jaar jonger is en flink minder kilometers op de teller heeft. Toen hij nieuw was, was hij al iets goedkoper, zelfs ook al is het een cabrio. En ook vandaag de dag, als je deze kiest, dan hou je een paar honderd piek in je zak. Maar laten we eens beginnen bij de Mini. Flink gebruikt hoor, deze Mini. Hij is 5 jaar oud, heeft bijna 120.000 kilometer op de teller. Maar hij heeft wel een hele zorgzame eigenaar gehad, want hij ziet er echt nog super netjes uit. Ja, en dan het rijden. Nou, daar kunnen we heel kort over zijn. Als je er eenmaal in zit, dan wil je er niet meer uit hoor. Want het is echt een heerlijkheid, zo'n auto. Automaatje, ook niks over te klagen. Je zit lekker dicht met je billen bij het asfalt. Lekker in een kokonnetje zit je vast. Hij stuurt lekker scherp. Ja, dit is een 120 pk Mini Cooper. Nou, die zit stadium stadsauto natuurlijk al lang al voorbij. Nou, nadelen heeft deze auto ook. Zoals het dashboard is ergonomisch een zootje en om ruimte achterin hoef je ook wel niet te vragen. Maar daar heb je niks mee te maken als je gewoon lekker aan het sturen bent. BMW begon in 1999 met de nieuwe Mini. Deze is van de tweede generatie en het grootste verschil is eigenlijk dat die 7 centimeter langer is. Oh ja, en de bagageruimte is met 10 liter gegroeid tot 160 liter. Nou, en dat is het verschil tussen niks en net niks. Het is een paar graden boven nul, dus als je het niet erg vindt, begin ik er even mee om het dakje dicht te doen. Voor ik wat ga vertellen over die 500C. Nou, zo'n Fiat 500 is echt een hele andere auto dan een Mini. Hij leent zijn basis van de Fiat Panda. En dan heb ik het niet over de huidige Panda, maar die van een generatie geleden. En ja, dat merk je wel tijdens het rijden. Het is zeker niet zo'n skeltertje als een Mini. Ja, zelfs een beetje stuiterig weggedrag heeft hij. Je merkt echt dat je in een klein autootje aan het rijden bent. Maar die 500 is wel echt een heel goed doordachte auto hoor. Het is een en al sfeer hier binnen. Ik ken geen enkele auto in dit segment dat zo'n mooi dashboard heeft als een Fiat 500. En ja, eigenlijk is alles tot in detail doorgevoerd. Nou, de motor is een Twin Air 85 pk. Die is beduidend minder krachtig dan die motor uit de Mini. En zo'n 2-cilinder, dat past natuurlijk hartstikke leuk bij het karakter van die auto. Want daarmee ziet hij er niet alleen uit als een 500 van vroeger, maar klinkt hij ook nog eens zo. Ik moet er wel bij zeggen dat die Twin Air motor net zoveel liefhebbers als haters heeft. Ja, ik behoor tot de eerste categorie. Ik vind het hartstikke leuk. Maar ja, je moet wel een beetje je rijstijl erop aanpassen. Hij vraagt er echt om toeren te jagen en een lage versnellingen te rijden. Maar dat voel je dan wel meteen in je verbruik, want het kan dan echt ontzettend tegenvallen. Ja, net zat ik een beetje te mouwen over de ruimte achter in die Mini, maar dit is bij die Fiat niet veel beter hoor. In de praktijk is dit gewoon een 2-persoonsauto. Ja, en we hebben hier te maken met een Fiat 500C en dat staat voor cabriolet. Maar ja, het dak is gewoon een schuifdak dat over de hele lengte open kan. En ik vind het wel prima, want de stijfheid van de auto die blijft daardoor behouden. De dakbogen die staan er nog. En doorgaans wordt een cabrio natuurlijk wel een beetje een slappe bedoeling als je het dak eraf zaagt. Dus dat vind ik wel een goede vondst. Nog zo'n verschil in karakter tussen de auto's is de manier waarop je erin zit. In die Fiat zit je al een stuk hoger. En in Mini echt wel hartstikke laag. Dus ja, dat is maar net wat je voorkeur heeft. Maar wat ik wel moet zeggen van die Fiat is dat de stoeltjes die zijn een beetje krap. Hier hou je het echt geen uren op uit hoor. Dus ja, wat dat betreft is die Mini toch echt wel meer de rijauto. De
Fiat wil met de 500 hetzelfde bereiken als BMW met de Mini. Het is ooit begonnen met een hatchback. Nou, toen kreeg je deze C. En inmiddels heb je ook al een L en een X. Nou, de auto's van vandaag die zijn echt van een totaal andere snit. Die Mini is echt meer de rijauto. En die Fiat, ja, die moet het toch meer hebben van zijn knuffelfactor. En natuurlijk van zijn motortje, dat echt perfect bij zijn karakter past.